Even je lichaam ontgiften, simpelweg de gewoonte doorbreken, bezuinigen of helemaal klaar zijn met alcohol na de feestdagen. Tienduizenden Nederlanders deden afgelopen maand mee aan Dry January. We zijn op de helft nu van Dry January en ik voel me eigenlijk prima. Het gaat hartstikke goed. Ik drink niets. Al moet ik wel eerlijk zeggen, er zijn heel veel mensen die denken dat ik het wel doe, omdat ik op het podium vaak met een biertje in de lucht proost met het publiek. Maar ik drink er zelf helemaal niks van op. En het bevalt me prima. Morgen heb ik een grote première van een stuk dat ik geschreven heb. In het De La Mar Theater hier in Amsterdam. Daar zie ik wel een beetje tegenop. Niet zozeer tegen die première, omdat het natuurlijk altijd spannend is. Maar omdat ik daarna dus ook niet ga drinken. Zo is het plan. En dat is wel jammer vanwege het gezellige glaasje bubbels. Ja. Ja. Paul Blokhuis, u bent staatssecretaris van Volksgezondheid. Tienduizenden mensen, zelfs bekende Nederlanders, deden mee. Zagen er goed uit ook, hè? Ze zagen er beter uit dan ooit misschien wel, ja. Waarom deed u nou niet mee? Dat is toch een mooi voorbeeld stellen. Nee, dat is logisch om het goede voorbeeld te practice what you preach. Ja. Dus doe mee. Nee, maar ik doe wel mee met Ik Pas. Dat is een vergelijkbare actie. Dat is zelfs nog langer. En die begint eind februari. 40 dagen zonder alcohol. Maar deze januari kon u het toch niet laten staan? Nee, dat is... Nieuwjaarsrecepties. Het is natuurlijk wel heel veel gevraagd als ik het in januari en februari... Oh, dat is echt niet zo. Maar ik heb ervoor gekozen om dat doe ik al jaren, de ik-pasperiode. Maar zwaar respect voor de mensen die nu meedoen met Dry January. Ja, wat is die ik-pas? Dat is vergelijkbaar, maar dat is de periode voorafgaand aan Pasen, de vaste tijd. 40 dagen. Een religieuze component. En overigens is dat... eigenlijk volgens de traditie zo dat je dan 40 dagen doet... en dat je dan de zondagen wel eventjes gewoon een glaasje mag pakken. Maar dat doe ik dan ook niet. Ik doe het gewoon 40 dagen. Nou. Jullie zijn broers. Oh. Het schijnt. Ja, daar hebben jullie niet voor nodig, nee. Jullie zijn broers. Hebben jullie elkaar het drinken een beetje geleerd als jongetjes? Nee, Leo heeft verstand van wijn. Ik ben ouder dan Paul, dus ik ben bang dat ik daar eerder... Deed jij mee aan Dry January dan? Nee, ik vind januari al een moeilijke maand met drank genoeg. Ik ben ook meer van die 40 dagen zonder, hoewel ik dat vorig jaar ook niet gedaan heb. Maar het is wel zo dat toen wij jong waren, was alcohol eigenlijk helemaal geen onderwerp. Dat was bij ons thuis en je dronk gewoon vanaf je 15e. Oh, ja. Aan tafel? Op zondagmiddag weet je wel zo. Een sherrytje. Niet alles vertellen, Leo. Ja, ga door. Echt waar? Nee, ja, echt waar. Ja, dat was niet, ik ben daar niet echt in tegengehouden. Zo rond mijn 16e dronk ik wel alcohol, ja. Nou, dan is het duidelijk waarom jullie niet meededen aan deze maand. Nee, maar wij drinken het wel ruim een maand niet mee. Drie mensen die wel meededen, die... Drie deelnemers zitten daar. Ja. Martine, jij en je man die hebben een wijnhandel. Ik vind het toch gedurfd dat je dat meedoet. Ja. Hoe is het gegaan? Nou, het begon heel goed en heel fanatiek. We hebben de eerste 10 dagen hebben wij ons heel erg uitgeleefd met allerlei mixjes brouwen en alcoholvrije sappen, gin, tonics zonder alcohol. En dat was allemaal helemaal leuk. Toen begon de verveling een beetje toe te slaan. Nou, we waren uit eten en we waren nog steeds heel braaf met ons alcoholvrij aperitiefje. En toen zei de sommelier, waarom zet je geen joker in vanavond? En toen ging er iets mis in ons hoofd van... Klonk heel redelijk, zo'n Joop. Ja. Dus toen hebben wij, het was nog niet eens mijn favoriete wijn, maar ik kreeg 1 glaasje Chardonnay, dus ik werd meteen gestraft. En daarna was de magie een beetje weg. We zijn wel weer goed doorgegaan met weer passen, maar er is hier en daar toch een slokje ingekomen. Waarom wilde je in eerste instantie meedoen? Wij drinken toch, als je het op een rijtje zet, bovengemiddeld vaak en veel. We zitten van kop tot teen in de wijn, omdat we een wijngroothandel hebben. Dus we zijn er de hele dag mee bezig. En als je niet oppast, heb je al die lege flessen en de leuke mensen s'avonds ook nog wel over de vloer. Dus het was echt een test om te kijken, in hoeverre is het gewenning? Kan ik zonder? En wat ga ik dan uitspoken? Ja, en is niet helemaal gelukt dus? Niet helemaal. Bij iemand bij wie het wel gelukt is Kelly. Jij deed vorig jaar zelfs mee met Dry January. Maar je hebt er direct een soort van droge forever van gemaakt. Want je bent nu nog steeds niet aan het drinken. Klopt, maar forever ga ik niet zeggen. Maar ik heb wel een hele lange januari van gemaakt. Ik merkte eigenlijk halfweg de maand van... een maandje heb ik wel vaker gedaan. Laat ik het eens een jaar proberen. Ja. Laten we even kijken van voor die januari. Even naar beelden daarvan. Zo, ik ben er 5 minuten 2 flessen bier op kunnen drinken. Ik wil daar even aan toevoegen.
Ik ben keihard op een stel. Maar als ze dat ja gaan doen, dan maak ik het goed. Ja. Nou, je zit hier nog, dus het, je hebt het overleefd. Maar waarom, is nog steeds. Oh, gelukkig, gelukkig. Waarom heb je, heb je het verlengd eigenlijk? Nou, ik had al vaker een maandje geprobeerd en daarna viel ik heel snel weer terug in mijn oude gebruik, zullen we zo maar zeggen. En ik merkte eigenlijk na die maand dat het heel makkelijk ging ook. En ik had het ook zo vaak hardop tegen mensen gezegd dat ik ook vond dat ik het moest bewijzen dat ik het kon. En ik merk nu ook dat mijn uitstelgedrag ook positieve uitwerkingen kan hebben. Want elke keer als ik denk van, oh, dan komt er iets aan, misschien ga ik dan wel een drankje doen. En als dan een puntje bij paaltje komt, denk ik, ja, waarom eigenlijk? Nou, dat is bij Pelle, bij jou niet zo, hè? Dus dat, nee, dat klopt. Nee, juist dat je de gezelligheid miste. Je bent student en je kon niet meer meedoen aan de beerpong. Ja, dat klopt. Nou ja, de gezelligheid was er zeker wel. Maar het is toch dat je aan de zijlijn staat bij een potje beerpong of bij iets anders. Wat je toch op een gegeven moment wel gaat missen. Ja, studenten is niet heel geschikt, denk ik, om zo'n droge januari. Ja, of juist wel. Want als je het halveert, dan drink je al een stuk minder dan de meeste mensen. Nou, het blijkt toch wel moeilijk. Waar zit het nou in, meneer Blokhuis, dat het nou zo moeilijk is om vol te houden? Misschien wel ook gewoon omdat het lekker is. Of omdat mensen het ook een gewoonte vinden. Het is een gewoonte. Je pakt makkelijk een glaasje. En het is ook wel in Nederland ook heel erg de sociale norm, denk ik. Hè? Die norm verandert natuurlijk wel. Hè? Want jongere generaties zijn veel meer van het binge drinken. Dus op vrijdagavond heel veel en de rest van de week niet. Ja. Terwijl de generatie van onze ouders, nou ja, die drinken elke avond eigenlijk wat. Klopt. Ja. Ja, en wat je wel ziet is dat we steeds meer inzicht krijgen. Dat we ons steeds meer bewust worden ook van risico's die gekoppeld zijn aan alcoholgebruik. Ik bedoel, het brengt gezelligheid mee. Overigens ken ik genoeg mensen die niet drinken die ook echt heel gezellig kunnen doen. Oh ja? Ja, ik ken ze. U niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar we vinden het gezellig. Dat is wel de norm. Maar we weten ook intussen steeds meer. Bijvoorbeeld, we weten dat de verslavingszorg in Nederland... zijn 60.000 mensen in Nederland die doen hun beroep per jaar op verslavingszorg. De helft daarvan. Dat zijn alcoholverslaafden. Is het niet roken? Doden vallen daardoor, kanker. Is het wat u betreft, wordt het... Ja, praten wij over 10 jaar net zo over alcohol als we eigenlijk nu over roken praten? Dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo gebeuren. Kijk, roken, ik hoop dat dat hier ook gewoon common sense is. Dat vinden we gewoon van, dat is einde oefening. Want we weten gewoon 20.000 doden nog steeds per jaar in Nederland ten gevolge van roken. Bij alcohol? Daar moeten we mee stoppen. Is dat? Nou, wij hebben de gezondheidsraad in Nederland. Dat is een onafhankelijk advies, we gaan hier zeggen. Eigenlijk is de norm 0. Dat is het beste voor je gezondheid. En maximaal 1 glas per dag. Maar hoeveel mensen sterven er gerelateerd aan alcohol op jaarbasis? Wij weten nu dat ten gevolge van kankers die gerelateerd zijn aan alcoholgebruik... ongeveer 3000 mensen in Nederland per jaar sterven. Ja. Waaronder alleen al 1000 mensen met borstkanker. Dus dat weten mensen helemaal niet eens. Maar bijvoorbeeld dementie, Alzheimer, daar kan ook een causaal verband zijn. Dus we weten steeds meer... We moeten ook niet doen van, nou, hel en verdoemenis. Maar we moeten wel, en dat is mijn belangrijkste boodschap... Nou, we moeten dus ons meer bewust worden van de risico's. Ja, stop is misschien wel de beste keus. Ja, heel stoer. Misschien wel de beste, maar toch niet. Nou, ik zeg dat ook wel, omdat... kijk, bij roken zeg ik gewoon kappen, stoppen. Ja, er is geen middenweg. Tientallen soorten gif in zo'n stengeltje, rattengif, stoppen. Ja. Bij alcohol, daarvan zegt de Gezondheidsraad... 0 is het beste, 1 glas maximaal... En dan, ja, ik ben staatssecretaris van Volksgezondheid... dus het is logisch dat Nederland van mij verwacht... dat ik ook kijk naar het gezondheidsaspect. Ja. We willen dat ook terugdringen. We nemen daar ook maatregelen voor. Maar ik zou het wel gek vinden als de Gezondheidsraad zegt... ja, je kan 1 glas per dag nemen. Ja. Dat ik zeg, weet je wat, we gaan Nederland droog leggen. Dat kan ik niet doen. Nee, nu hoorden we net Gert-Jan zeggen... alle leuke dingen worden voor ons afgepakt. Ja. U bent elke keer degene die met het slechte nieuws komt. Ik ben benieuwd of voor de ongezelligheid. Nou ja, niks mag meer. Er is geen alcoholverbod, er is geen sigarettenverbod. Nee. Dus je zou kunnen zeggen dat langs die weg van belasting, verontmoediging, voorlichting, et cetera. Ja. Nou, het preventieakkoord, dat gaan we merken volgend jaar. Dan worden pakjes sigaretten 10 euro. Het is toch aardig ontmoedigend. Maar het gaat wel omhoog. Ja. Ja. Ik denk dat het allemaal veel strenger gaat worden de komende jaren. En dat is daarom. Dat vuurwerkverbod is één van de voorbeelden. Maar ik denk dus dat er best veel top-down harde aanpakken in het vat zit van gedrag. Waar mensen ook zelf voor verantwoordelijk zijn tot op zekere hoogte. Ja. Meneer Blokhuis, u vormt een regering samen met allerlei liberale partijen. VVD, D66. Ja. Je ziet dat op het onderwerp van de genotjes, zal ik maar zeggen. Er nogal wat tweedeling ontstaat. Hè? Jullie zijn wat strenger geworden. En D66 wil juist alles
legaliseren, zelfs harddrugs. Ja, dat is gelukkig geen kabinetsbeleid, dat laatste. En nee. Waar het gaat om dat preventieakkoord... Is dat een lekker onderwerp om je op te profileren, zo'n kabeljaartje? Ik denk dat het handig is als je dat aan D66 vraagt. De minister Grapperhaus en ik zeggen drugs. Wij willen dat die normalisering, dat dat normaal zou zijn, daar willen we juist van af. Ja. Ik bedoel, want daar hebben we ook wel best wel een dubbele moraal in Nederland. Als je zegt van joh, laten we dat vrijgeven. Ik denk dat dat klinkt misschien soms stoer. Mm. Ik denk dat er geen ouder in Nederland is die zal zeggen van yes, mijn kind is aan de drugs. Maar met alcohol ligt het iets anders. Natuurlijk. Ja, en ja. Daar wil ik dan wel aan toevoegen. Kijk. Het kabinet neemt maatregelen, bijvoorbeeld die 2 kratjes bier halen, 1 betalen. Daar komt een wet waarin dat verboden wordt, om met die prijzen te stunten. Nou, dat ja. is even best wel een maatregel. We willen naleving op leeftijden willen we veel meer vormgeven. Maar ook organisaties in het land die denken volop mee. Het is niet alleen maar iets van het kabinet, er wordt heel breed gesteund. En bijvoorbeeld sportverenigingen zeggen, we gaan echt veel gematigder hiermee om, ook met roken. En de slijterijen en de brouwerijen die zeggen ook 0,0... willen we meer gaan promoten. Ja. En dat is wat mij betreft ook in de toekomst meer de sociale norm. Het is nog maar heel kort geleden dat je een loser was als je 0,0 dronk op een feestje. En ik zou het wel leuk vinden als dat de norm is. Ja. En bij studenten ook 0,0, toch? Ja, en u kunt nu de komende maanden nog even wel een klein beetje tanken voordat ik pas begint, hè? Succes. Ja, maar niet meer dan 1 glas. Nee, oh ja, oké. Dank je wel.